Gaan we misschien even omhoog. Ah, alle koeienkoppen staan hier in de fik. Zie je dat? Zo. Alle koeienkoppen. Nou, het is hier gewoon net een barbecue. Je kunt allemaal aanschuiven. Wie is hier? Kijk naar een nieuwe aflevering LS Smart hier bij Prior Gaming. Vandaag gaan we lekker een dienstje mee met de Tourrap 2016 als brandweerwagen. En het wordt een dubbele aflevering. Hij komt op zaterdag en op zondag. Ik ga net zo lang door tot het een fantastisch gevulde aflevering is. Met twee afleveringen dus. Vol met meldingen. We gaan alles aanrijden. Branden, medische dingen. Verzin het maar. We gaan er gewoon heen. We gaan rijden. Ik heb een verzoek gehad of ik een andere sirene kon gebruiken. Dat gaat momenteel niet. Ik heb even geen andere. Deze zit er gewoon in. Het is niet anders. Het is op zich een prima brandweersirene. Niks aan te doen, mensen. Als ik binnenkort weer die nieuwe heb, dan komt het allemaal goed. Ik heb mijn hele computer opnieuw geïnstalleerd. Dus ik ben met van alles bezig om te fixen. En dat is het eigenlijk. Voor de rest nog geen nieuwtjes. Ja, hebben jullie de nieuwe Tourrap 2016 nog gedownload? Die staat denk ik. Ja, het is vandaag donderdag dat ik het opneem. Dus ik gok dat die nu al... Of ja, hij staat al online. Het is natuurlijk nu, as we speak, zaterdag. Als jullie dit kijken. Dus ik hoop dat jullie er alvast van genoten hebben. Deze keer zal binnenkort ook online komen. Er komt zelfs een versie met de stopborden er niet in zitten. We zien het allemaal maar. Omdat het natuurlijk bij de brandweer ook niet is. In ieder geval wordt het hartstikke tof. Ga even het voertuig bijvullen. Er zit zelfs water in deze Tourrap. Het is natuurlijk gewoon een politietourrap met een skin. Maar wij doen alsof het vandaag gewoon een brandweerskin is. Dat kunnen wij. En wat wij nu gaan doen is we gaan een melding forceren. Bad struck by a vehicle. Wat gaan we die doen? Oké. Nou. OC. Ik heb een melding voor u. OC, AC. Wij gaan die kant op. En wel nu. Zou dus iemand... dat is geen tweedelige weg voor ons. Er zou dus iemand bekneld zitten in een auto. Die gaan we bevrijden. Althans, we gaan een poging doen. En we gaan kijken of we daar wat kunnen betekenen. Komt allemaal goed. We rijden gewoon door aan de kant, mensen. De brandweer komt eraan. Ja, wat we dus zo bij die beknelling gaan doen is kijken of we eerst hulp kunnen verlenen. En natuurlijk of we die persoon uit de auto kunnen krijgen. Dat is natuurlijk het belangrijkste van deze missie. En voor de rest is het natuurlijk de zaak en de zorg van de ambulance om dat allemaal te fixen. Althans dat diegene natuurlijk daarna... Dat diegene geholpen wordt door doktoren en helemaal nagekeken wordt. Dat is verder niet onze zorg. Wij gaan ervoor zorgen dat deze beste persoon eruit komt en dat alles gefixt wordt. Daar zijn we dan. Oh ja hoor. Dat ziet er slecht uit hier. Wat we even doen is... vent off. Ja. Wat we doen is, let op, ik heb het nog niet eerder geprobeerd, dus we gaan hier stop traffic. Hier mag niemand meer rijden. Adios. Nou, hebben we dat even gefixt? Hey man, ja, jij is het duidelijk niet bekneld, dus we gaan even hier kijken. Wat is hier allemaal onder? Oké. Dat is dus geen beknelling, maar een gewond persoon. Dat kan natuurlijk ook. We gaan die persoon helpen, zo zijn wij. This is a tough one. Even kijken, we moeten even action replay opzetten. Nou, ik kan het zeggen, ga je haar helpen? Dat zou heel erg tof zijn. Even kijken hoor, ja, alles is goed, alles is lekker. We gaan reanimeren. Dat komt helemaal goed. Even kijken naar persoon ademt niet. Oké, jongens, roep je het AC even op dat de reanimatie gestart is. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, gaat niet echt snel hè, 13, we mogen het reanimeren wel sneller hoor, 14, 15. It's a wrap bro, they're gone. Nou, deze meneer heeft het niet gered. Dat kan natuurlijk, helaas. Dan moeten we hier een, kom aan. Op menu, eens even kijken, we konden een request score. Kijk. 10-4, copy that. A medical aid is en route. Er komt er zo iemand hierheen, die gaat hem even ophalen. 2, a civilian fatality. Ja, civilian fatality. Nou ja, kijk, normaal zouden we als politie zijn natuurlijk even met de bestuurder van dit voertuig gaan praten. Maar ja, daar zijn we niet voor, we zijn van de brandweer. We kunnen natuurlijk even met hem kijken of alles goed met hem gaat. Misschien dat een idee is, maar... Hallo! Hoe is het? Kifla. Gaat alles goed met u?
Nou, zo te zien wel. Nou, succes, man. Ik moet even zo meteen het lijk overdragen aan... uiteraard de coroner. Ik zal eens even kijken met elkaar hoe ver die er nog over doet. Nou, die moet een aardig stuk rijden, zie ik. Zag ik... Oh, wat zeg ik? Ik zie niks. Property impounding. Call out. Oké. Okay. Misschien dat we het lichaam kunnen showen. Even aan de kant. Even kijken hoe dat eruit ziet. Dat hebben we trouwens. Hebben we dat al gedaan? Ik weet het eigenlijk al niet eens meer. Kom maar. Oh, je kan hem echt showen. Kiek hem gewoon, jongen. Kiek hem gewoon. Goed hoor. En nu? Oh ja, we kunnen wel. Dit is geen showen. Dit is gewoon een stukje lopen. Nou ja. Daar kunnen we niks aan doen. Is die coroner in de buurt of rijdt hij niet? Dat duurt wel heel lang. Ja, ik vind het goed. Maar ik ga naar een olie lekker horen. We have a civilian in need of assistance on Heritage Way. Units respond code 3. Oké. Okay. Copy dispatch. Gaan we heen. Voordat we weggaan, geven we nog even de weg vrij natuurlijk. Remove all traffic orders. Nou, stappen jullie in, maten. We hebben de volgende melding, olie op de weg. We hebben toestemming van de meldkamer gekregen om ook daarheen te gaan. Het is natuurlijk niet gebruikt dat de Touran reageert op olielekken, maar ja, wij rijden niet in de TS. Het is door jullie gevraagd of ik in de Touran wil rijden, dus we doen vandaag alles heerlijk. We doen het hele weekend, doen we alles met de Touran. Geen enkel probleem, we blijven gewoon doen het hele weekend. Zaterdag en zondag rijden wij met dit fantastische voertuig. Puur omdat hij natuurlijk ook gewoon gereleased is. Dat het een fantastisch mooi ding is. En we natuurlijk gewoon heel graag in de tour gaan rijden. Het is een tour. Nou, krijgen we voorrang hier? Ik hoop het. En we glijden nu toe lekker tussen het verkeer door. Ja hoor, dat gaat perfect. Lekker de bochtjes, goed gas geven. We gaan hier alleen naar rechts. Die voetganger die gaat ons niet langs laten. Maar we kunnen er gewoon langs. Eens kijken. Ik weet trouwens ook niet hoe we olie moeten opruimen. Ik heb natuurlijk wel een klein beetje van noodgroef 1 en 2 hoe we olie moeten gaan opruimen. Maar ik vraag me af of we hier een zandzak hebben. Dat is dan natuurlijk de vraag. Zoek olie. Ik denk dat het... Oh. Het is niet echt olie denk ik of wel? Ja, het zal wel. Nou mevrouw, we zijn er. Vier man sterk in de tour dan. De gekke huis. We gaan even kijken hoor. Volgens mij brandt het voertuig jongens. Of niet, of is hij kapot? Ik denk dat we even de toolbox gaan pakken. Ik dacht dat het een olielek was. Nou ja, het is niet anders. Pakken we even de toolbox. Move quickly people! Precies. Dan gaan we eens even kijken of we kunnen fixen. Oh, nou je hoeft niet tegen de auto aan te staan hoor. Eens kijken, lift a little, fly with us. Ja hoor, ik snap niet wat het ding hier doet, maar... Find a vehicle to repair. Nou, volgens mij, dit is het niet. We hoeven hem in ieder geval niet te fixen. Dus we leggen hem even terug. Clear equipment. Crowbar. Ik heb geen idee, misschien moeten we hier iemand mee doen. Hier moeten we even een beetje omheen rennen, dan hoeven we niet elke keer traag te lopen. Nou mevrouw, alles komt in orde, we zijn er. Ontspan. Er zit weinig water in die toeren. Clear equipment. Misschien dat we het met de power saw kunnen doen. Ik heb nog geen idee wat we daarmee kunnen. Rang, rang, rang. Zagen we helemaal aan puin. Hey. Oké. Nou, volgens mij werkt dit wordt hem ook niet. Dan zijn we volgens mij een beetje door alle tools heen. Gaan we eens kijken of we erin kunnen rijden. Rijdt hij? Het lijkt wel of ik ook fik hoor. Misschien dat we eerst moeten blussen, dat het punt is. Fire extinguisher. Let's wrap it up, boys. Ja, jongens. Oké, we hebben de schuimblussen zo gemaakt. Even kijken of dat werkt. De schuimblussen. Nou, dat werkt volgens mij ook niet echt. We kunnen wel wat schuim naar binnen blazen, dus. Geen enkel probleem.
Ik heb geen idee wat we hier eigenlijk moeten doen dan. Want ik heb alles geprobeerd. Misschien moeten we zonder equipment. Nee. Dus we werden hierheen gestuurd voor een olielek. Zeg maar. Kijk. En het enige wat we hier... Fire Axe. Fire Gear. Nou, dat kunnen we dat ook nog doen. En de Fire Axe. Daar hebben we alles geprobeerd. Wel eens een beetje. Kijk. Nou, we kunnen er helemaal niks mee, dus wat gaan we dan doen? We gaan gewoon deze melding afmelden. Clear equipment, fire gear. Zag jullie dat in de kofferbak? Moet je kijken, hè? Kijk, let op. Zie je dat? Blauw knippert, hè? Okay. Nou, wat we gaan doen is, we gaan deze melding afmelden. Attention all units, citizens report a civilian fatality on Rockford Drive. Die gaan we natuurlijk units ook oppakken. Respond code 3. Copy that, we are on our way! Het zou verderop een persoon rustig op de grond liggen, dus vermoedelijk nog een reanimatie. We zijn dicht in de buurt, we zijn dus al weggestuurd voordat we ons af konden melden. En dan gaan we even kijken. Dus zo, we gaan dus weer naar een andere reanimatie vlak in de buurt als van de vorige. Misschien dat we deze persoon wel kunnen redden, dat zou heel erg fijn zijn. En heel erg cool. Ik heb trouwens geprobeerd met de politie, of de politiehelikopter, de brandweerhelikopter wat op te nemen. Is tot het heden nog niet gelukt, maar dat ga ik wel doen. Dat betekent dat we echt bosbranden gaan blussen en zo. Dat wordt echt super vet. Nou, er ligt daar een persoon. Zo. Stop traffic. Ja hoor. Nou, T weg. We gaan mevrouw helpen. Start CPR. Oh man, this is awful. Is het al, ja, kan gebeuren. Help hem dan. Oké, okay, gaat hem helpen. Hallo! Wat gebeurt hier allemaal? Ja, help maar. Oké, we gaan er één meer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hopelijk gaat het goed met deze meneer. Denk wel. Oh crap. Nee. They're DOA. Oh. Er wordt hier geschoten, boys. Wat gebeurt hier allemaal? Oh, dat is politie. Ja, de politie is er al. Nou, die zoekt het maar uit. Deze persoon heeft het ook niet gered, dan moeten we ook even een corner voor laten komen. Dat is wel jammer, want ik had graag gezien dat ze het gered hadden, maar daar hebben we gewoon geen invloed op. Roger, a medical aid is en route, okay. Is responding code 2. Tot hoor, we gaan even a civilian de weg fatality on Rockford Drive. Back up, nee. Okay. We kunnen in ieder geval erin. Nou, welkom terug. Plug-in crash, dus ik moest even terug naar de brigade, het bureau, naar de vertrekt een TS met spoed. Geen idee wat die gaat doen. Dit is in ieder geval nog steeds onze auto. Het is ondertussen al nacht. Dat wil zeggen dat het donker wordt. We hebben natuurlijk gewoon een 24 uurs dienst, zoals je dat kan noemen. Dus dat gaan we ook gewoon volmaken. Attention all units, we've got a pedestrian strike. We willen eigenlijk nou wel een brand hebben. Ik heb even geen zin in weer een reanimatie of wat dan ook. We willen gewoon een brandje. Whatever. Oh, en we willen niet slaan. Krijgen we een brand? Nee. Attention all units. We krijgen geen brand. Serious NVA. Dus gaan we dan mezelf oproepen. Dan kunnen we gewoon drive. Respond code 3. We gaan een random fire. We hebben geen invloed op de brand zelf. Alleen wat er gebeurt. Dus even wachten. Douche. Kijk, als het goed is komt er een fire. Attention all units. Citizens reporting a possible fire. Nou jongens, instappen. We hebben een brand. Ja hoor. Respond code 3. Roger, we're heading over now. Kom maar. Roger that. Instappen. Het mag wel wat sneller. Ze denken net dat we naar de kerk gaan ofzo. En nogmaals, aan deze sirene kan ik voorlopig nog even niks doen. Ik heb die andere sirenes niet meer. Ik heb mijn computer opnieuw geïnstalleerd. Dus het is even niet anders. Maar zo irritant zijn ze. Het zijn gewoon oudere sirenes. Maar voor de rest, ze kunnen prima bij de brandweer. Op YouTube kom je ze ook tegen. En zo voort. Kijken. Daar zijn we. Zou hier een brand zijn?
Super Street Fighter. Nou. Ik zie geen brand. Ik zie niemand rennen. Ik zie niemand gillen. Dat kan, dan pak ik er gewoon nog één. Attention all units. Citizens reporting a possible fire on die pakken we niet. Bay City Avenue. We unit pakken 2 spawn code 3. Apartment fire. We gaan gewoon een andere brand doen. Nee, ik wil die branding niet doen. Ik wil een apartment fire. Attention all units. We have a house fire. Oh shit, dat is wel. El Rancho Boulevard. Units respond code 3. Dat is een stuk rijden. Acknowledge. Nou, dan gaan we even heen. Roger. Nou, dus verderop. Een apartment fire zijn, althans, dat is dus een gebouw die in de fik staat. El Rancho Boulevard. Ik ben benieuwd wat daar in de fik staat. Het is wel een stukje rijden. Dus we moeten even het gas erop. Maar dat komt helemaal goed in deze mooie Touran. Mensen. Wat een bestuurderskunst erin. Het is niet te zuinig. Nou, in ieder geval gaan wij richting El Rancho Boulevard. Om natuurlijk zo snel mogelijk daar te zijn. Het is echt wel een stukje rijden. We gaan hier zo naar links. En dan ondertussen kunnen jullie even genieten van de mooie Touran waar we natuurlijk in rijden. De Touran waar jullie allemaal om gevraagd hebben. Trouwens, als je graag binnenkort wat meer wil weten over deze mod, join dan even de Discord. Die staat onder in deze link, de LSRD Discord. Daar kan je gewoon kijken, vragen stellen. Dus de laatste dingen van de mod zien, kan je ook met mij praten. Want ik zit er ook in voor de updates en alles. Dus join die Discord. De link staat hier onder. Dan kan je ook gewoon een beetje bij deze mod kijken. Hij is niet gratis, de mod kost wel geld. Tenzij je nog eventjes wacht, want hij wordt over een poosje gewoon gereleased. Dus we kunnen hem gewoon allemaal spelen zonder te moeten betalen. En ik denk niet dat jullie namelijk zin hebben om allemaal flink geld neer te leggen. Dat snap ik. Ik had geen keuze, want mijn LSPD VAR deed het niet. Nu heb ik tenminste weer iets. En voor de rest. Het is echt een pokken eindrij. Ja, tuurlijk. Gaan we snijden ons ook nog even af. Maar we pakken gewoon een tramspoor. Een trambaan. Ja hoor, snij ons vooral af. Moses Mina, echt. Ik heb hetzelfde zo meegemaakt als deze bestuurder hier. Elke beweging die je maakt stuurt hij mee. Alsof de computer het erom doet. We gaan hier weer de trambaan op. Aan de kant mensen, zo. Nou, we komen in de buurt. Het is echt een moker einde rijden. Zo. Nou, we komen echt in de buurt. Ik denk dat de grote fabriek is die in de fik staat. Dat zou wel boffen zijn. We hebben in ieder geval al een dik stuk voor natuurlijk deze melding en de aflevering. Gewoon natuurlijk gewoon knijtenvet. Ik wil echt een onmeunster rijden zeg. Ja hoor. Ga jij er ook maar weer voor staan. Geen probleem jongen. Daar hebben we er pas 20 van gehad. Eens kijken. Wat staat hier in de fik? Brandt hier van alles. Nou, we gaan even hierheen. Nee, stuur nou normaal, joh. Waar is de brand? Hoe komen we er binnen? Misschien via de andere kant. Ik heb echt geen idee. Nou, we gaan eerst verkennen. We willen sowieso geen verkeer hier in de buurt hebben. Dat is gewoon even allemaal ontbokken, zo. Precies. Ik ook niet. We gaan eerst even hier kijken. Ik heb zo'n idee dat dit ding hier open kan. Maar is dat waar of niet waar? Dat is niet waar. Kijk, jongens, even opzouten, want er is brand. En jullie doen toch niks, dus even allemaal portoro, alle minutos, directos, de groetels, opzouters. De hoos. We can control this one, we hebben een klein beetje water bij ons. Ja, dat... Kijk. Haha. Precies. Nou, we hebben in ieder geval, we kunnen hier wat blussen, zoals je ziet. Het is bij de slager. Even kijken hoor, zou er nog meer brand zijn? Nou, als hier brand is, dan kunnen we wel gelijk lekker beef eten, want er ligt hier allemaal vlees natuurlijk. Dan kunnen we allemaal opchappen. Dat is wel gunstig.
Maar ja, ik denk, volgens mij is de beef... Oh, snap. Ik wou zeggen geslowcooked, maar er is een aardige vet hier. Zo. Nou, we kunnen hem in ieder geval flink blussen. Zo. Alles goed nat spuiten. Misschien dat we nog even terug moeten met de extinguisher om een paar vlammen die niet willen uit te blussen. Oh, nou, die hebben we nog niet gehad vandaag, hè, Siri. Ik weet niet wat je bedoelt, Stefan. Nee, want dat hoef je ook niet. Hou je bek. Oké. Dan gaan we verder met blussen. Geen probleem. Even kijken, wil het nog? Het wil niet. Wat we dan gaan doen is de hoos. We hebben alles geblust van het met water wat we konden. Echter werkt dat niet, dus we moeten nu voor een andere aanpak gaan. En we gaan nu een ander blushulpmiddel pakken. Dat wil zeggen dat we even terugrennen naar de auto. Hoop ik. Nou hè, niet dus. De kortste weg is in mijn geval altijd de langste weg. Want ik kan ergens tussendoor. En nu besluit mijn poppetje om maar even de grond te gaan knuffelen hier. Dat kan natuurlijk allemaal. Even kijken, rennen vriend. Op zouten. Nou gaan we hier de extinguisher pakken, want we hebben natuurlijk helemaal niks meer aan deze hoos, want die is leeg. Even kijken, extinguisher. Nothing gets me going like a big sexy fire. Nothing gets me going like a big sexy fire. Hoe gaat die nou open dan? Oh, gewoon tegenaan lopen dus. Nou, rennen. Heb ik nog steeds van die viezigheid om te zien? Ja, er zit elke keer van die viezigheid op die vizier. Wat is dat, joh? Oké, we gaan rennen, want we moeten nog flink wat fik blussen hier. Ik kan hem hopen dat het voorbij is. Kom aan, kom aan, kom aan. Er is wel nog brand, dus we gaan blussen. Zo, hopen dat het uitgaat. Gaat het uit, gaat het uit. Nou, deze blusmethode is dus wel succesvol, gunstig. Dan gaan we hier even uitbreiding voorkomen. Zo. Zo, hier staat nog wel goed in de fik. Hier moeten we even goed ons best doen. Zo. Nou, even goed blussen. Alles goed nat maken. We doen natuurlijk weer alsof dit een gewoon een slang is. Daar hebben we geen keus voor. Zo. Nou, in ieder geval gaat het blussen ons prima af vandaag. We zijn lekker bezig. Brand is onder controle. Het is wel een redelijke brand, maar dit vuurtje krijgen wij wel uit, natuurlijk. Als we ons best doen. Dus als je graag nog wat eenheden doorkomen als het kan. Gaat helaas niet. We doen alsof. Blussen man, come on, lekker. Hier is nog meer fik. Deze bak moet even niet in de fik, want dat is giftige stof. Dan moeten we dit even... Nou, eerst wel even de boel hier fixen, dat niet die giftige stoffen zo allemaal in de fik vliegen. Dan hebben we een groot probleem. Misschien ook even de AGS op laten komen. Adviseur gevaarlijke stoffen, want er staat hier een vat met weet ik veel allemaal. En we hebben hier natuurlijk brand, dus je weet niet hoe dat reageert. Voor zekerheid ook even wat daarin spuiten, er zit acid in. Zo, nou hebben we dat in ieder geval al licht gekoeld. Hier zit ook allemaal in. Nou, goed blussen. Gaat dat of gaat dat niet? Hoe ver we kunnen blussen natuurlijk. Kijken, gaan we dat halen? Zo te zien, zo hoog komen we niet. Dus we moeten even kijken hoe hoog we komen. We moeten natuurlijk wel reëel blijven. Gaan we misschien even omhoog. Ah, alle koeienkoppen staan hier in de fik. Zie je dat? Zo, alle koeienkoppen. Nou, het is hier gewoon net een barbecue. We kunnen allemaal aanschuiven. Wie heeft net de ketchup mee? Allemaal steak. Een steak eet je trouwens met ketchup. Maar, hier snapt het man. Nou, bij de stierenkoppen is er bijna alles geblust. Kom aan. Kunnen we misschien ergens opklimmen of zo? Nee. Hoe gaan we het blussen? We kunnen blijven spuiten. Dichterbij gaan we niet komen. Dus kijken of we nog wat uitbreiding hebben. Kunnen we hierboven nog ergens op staan? Misschien kunnen we op die rand komen.
Je weet het niet. Maar eens even kijken, misschien is er wel een trappetje en dan kunnen we wel de hele boel uitmaaien. Of kunnen we er gewoon opklimmen. Hier is trouwens ook nog brand. We kunnen dat ook even blussen. Brand! Iedereen moet helpen blussen. Waar is de BHV-team eigenlijk? Zouden we ons opvangen toch? Geen BHV-team gezien in ieder geval. Alright, eens even kijken. Hoe komen we daar boven? Hoe komen we daar boven? Kunnen we hier blussen zo? Nee. Alles wat hoger is kunnen we niet blussen. Volgens op de vloer zit dan. Dat blussen we dan ook. Maar meer kunnen we niet doen. Het is geen schande, want zo is de mod gewoon. Ja, het is een beta dus wel. Holy shit, dat is een vleesbrainje. Oké, wat gebeurt hier nog meer? Ik heb het niet het gevoel dat we hier nog veel kunnen. Omdat die, ja, de brand kunnen we wel op blijven spuiten, maar dat gaat het niet worden. Dus ik denk dat we even naar de post moeten en even onze zooi bij moeten vullen. En dan gaan we zo naar het tweede deel van deze fantastische blussessie, denk ik. Misschien dat we ergens anders nog een brandje kunnen blussen. En dan zien we het wel. Oh yeah. Hier is de uitgang. Er staat er al een te chillen. Die staat me op te wachten. Thanks, vriend. Dan gaan we even de boel afhangen. Boot zijn de boel afhangen, niet de boel voorbij rennen. Clear equipment, fire, gear. Precies. T, we gaan deze melding even afmelden. Nee, ik zei afmelden. Roger that. Kom maar. Thanks, friend. We gaan hierheen, het is niet anders. Moeten we helemaal daarheen naar de kazerne? Dat kan natuurlijk, kom maar. Komen ze of niet? Ze komen. Nou, ik ga even naar de kazerne en dan zie ik jullie zo, ja?